Het wordt bijna een soort voetbal, zo voor die man. En daar maken ze een vreesje. En is het gewoon niet, dus wie is dit waar te slaan? Ja, en de vrouw heeft een weer een andere zand. Kijk, hoe lang die armen zijn. Die armen zijn langer dan de benen. Maar ze komen, maar een ander kenmerk is, ze komen nooit op de grond. Nee. Oh, ze zitten eigenlijk altijd in de bomen en in de boomkruinen. Wat er ook hoor je dat dan? Zag je even een afboek? Heel snel. Ja, ja, dat wel echt, hè? Wat het leuke ook nog om van te vertellen is, ja, ook dat zijn, maar dat zijn natuurlijk weer jongen, de beneden. De zorg voor de kleintjes, dat is heel uniek in de dierenwereld. Eerst in instantie is het de moeder die de zorg heeft en het jong voedt. Maar na een jaar, dat is heel typerend, hier neemt de vader het over. Dus de vader heeft een enorm aandeel in de opvoeding en het vaderschap en het zorg voor het jongen. Die slaapt ook met de jongen, s'avonds tegen zich aan. Jullie zagen al een paar andere apen, maar die zijn niet hier beneden. Dus Corinna, ik ga daar verder niet in helemaal. Dan moet je helemaal door de ronde. Dan gaat het in de partij. Wat de anderen willen doen. Maar deze is al het veel. No!
slapen.
Wat een lawaaimakers, hè?